Hi, goedemiddag. Welkom. Superleuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Naomi van Leur, als je me nog niet kent. Dit kanaal heet Alles is Liefde. Omdat ik met heel veel liefde al mijn gerechten laat zien aan jou. We koken eigenlijk voornamelijk Surinaamse gerechten. Soms met een twist. Vaak ook met een klein persoonlijk dingetje, een tintje. Hele lekkere gerechten. Een traditionele Surinaamse soep. De soep heet Grietbanensoep. Het goed is, staat hier ergens onder of boven Grietbanensoep. Grietbana betekent letterlijk geraspte banaan. Dus we gaan de bananen raspen. Wordt een soort van klein papje. En dat doen we zo meteen bij een heerlijke bouillon. Kip doe ik er doorheen. Ik doe zoutvlees er doorheen. Heerlijke soep. Het is eigenlijk een maaltijdsoep. Dus er hoeft geen rijst bij. Natuurlijk mag je er wel rijst bij doen als je dat wil. Maar het is in principe een maaltijdsoep. Dus aan de soep op zich zou je voldoende moeten hebben. Dank je wel sowieso alle nieuwe abonnees en ook alle huidige abonnees. Maar er zijn er toch wel een aantal bijgekomen dat ik echt dacht van, oh wat leuk! Mensen vinden de filmpjes leuk of amuserend. En ik vind, dat vind ik gewoon geweldig om te zien en om te lezen, ook jullie reacties. Als je nog niet geabonneerd hebt, heb je het gedaan? Ik hoop dat ik het gedaan heb. Superleuk. Oké, als eerste ga ik zoutvlees uitkoken. Zoutvlees, pekelvlees is vlees wat in heel veel verschillende Surinaamse gerechten terugkomt. Dus waarschijnlijk ben je nu, als je abonnee bent en nog vaker kijkt, ben je expert in het uitkoken van zoutvlees. Dus dat ga ik nu ook gewoon even doen, uitkoken. Twee keer uitkoken en uitspoelen, in stukjes snijden en dan kan ik het echt gaan gebruiken. Bij de Grietbana soep. Grietbana betekent geraspte bananen. En dat is de ster van de soep, de banaan. Dus we gaan de bananen raspen. Dan wordt het een soort van papje. En dan doe je dat zo meteen in de soep. In balletjes, zeg maar. Dus ik laat zien hoe ik dat doe. Maar het is echt zo'n unieke soep. Ik vind het echt heerlijk. En de bereiding ook vind ik gewoon heel leuk om te doen. Omdat het relatief, bewerking is misschien een beetje zwaar en of negatief woord. Maar omdat je zoveel moeite moet doen om de juiste bananen uit te zoeken. Hè, en ze te raspen en dan inderdaad in de soep te doen. En echt met zorg de soep moet roeren en doen. Nou, het is echt geweldig. Dus dat gaan we nu doen. We hebben bananen. Sommige mensen doen zeg maar banaan in combinatie met cassave. Ja, dat is niet hoe ik het doe. Ik gebruik 3 groene bananen. En een stukje van een gele banaan. Wordt een klein beetje zoetje. Zo lekker. Goed, ik heb het vlees opgezet. Kijk. Weet je het? En dan doe ik nu de tomaten en selderij erin. Thank you.
Oké, wat een klus, de bananenraspen. Is niet makkelijk. Je moet ook oppassen dat je de randjes van je vinger niet raakt. Want dat was een paar keer close. Nu je het kan zien, maar was een paar keer close. En dat was niet fijn. Maar dan heb je ook wat. Kijk. Dit is de banaan, geraspt. En die gaat zo meteen bij de bouillon. Wat gaat er nog meer in de soep? Kokosmelk. Ik heb kokosmelk heb je natuurlijk in pakken, je hebt ze in blikken, groot, klein. En als ik bijvoorbeeld cassavesoep kook of gribana-soep, dan neem ik altijd kokosmelk vanuit een pak. Want ik vind het witter. Ik vind het er witter uitzien, dus mooier uitzien. De soep. En ik heb ook blikken in huis, maar die blikken gebruik ik meestal als ik iets moet koken. Zijn mijn blikken? Pak even een blik erbij. Kijk, je hebt ook blikken kokosmelk. Dit is een dit is kokosmelk van Santigron. En blikken vind ik vaak bijna een beetje grijzig. Dat de kokosmelk een beetje grijzig is. Dus als ik bijvoorbeeld een bouillon maak of iets anders waar kokosmelk in gaat, wat de oven in gaat, waar het meer gaat om de smaak en niet zozeer om hoe het eruit ziet, de kokosmelk, dan gebruik ik kokosmelk uit blik, Santigron kokosmelk. En als ik echt een soep kook, wat je gewoon in je bord ziet, weet je wel, dat je ook wel wilt eten met je ogen, zo gezegd, dan koop ik altijd uit een pak. Ja, dus kijk maar welke je kan krijgen. Het is niet slecht hoor, helemaal niet slecht uit een blik. Maar ja, ik vind het mooier als het net wat witter is.
kokosmelk erbij. Soep is klaar. Kijk, dit is hem. Dit is de gribana soep. Ik zal eventjes de balletjes laten zien. Kijk zo. Bananenballetjessoep, gribana soep. Super lekker. Heerlijk om te doen. Ook met nieuwjaar. Wij gaan vanavond gaan we lekker eten. Maar het is echt heerlijk. En het heeft een super structuur als hoe het moet zijn. Kijk, het is een beetje dik. Beetje vol. Ik zou bijna zeggen gebonden. Maar dat komt gewoon door de banaan. En natuurlijk de verhouding van ingrediënten. Maar lekker stukje zoutvlees. Kijk, zie je, lekker gaar gekookt. Nou, lekker vleugeltjes, kippenvleugeltjes. Het wordt een heerlijke maaltijd. Nou, vanuit hier, mijn bescheiden keuken, wens ik je een heel gelukkig nieuwjaar. En heel leuk oud opnieuw natuurlijk, samen met vrienden en familie. We blijven gezond, ook in het nieuwe jaar. En heb heel veel plezier met elkaar, heel veel liefde. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je op ons kanaal. Tot snel. Bye.